Defensieminister Krishna Kumari Mathura zei gisteren tijdens de afsluiting van de Guyana Shield Strategic Dialogue dat informatieuitwisseling de sleutel is tot een sterkere samenwerking binnen het Guyana-schild. De minister stelt dat de landen die het Guyana-schild vormen vele uitdagingen kennen en dat de samenleving moet weten wat die zijn. Voor ons als Suriname is het belangrijk dat we partnerschappen hebben met onze buurlanden. Hele sterke partnerschappen. Dat we niet alleen een grens delen, maar cultuur, mensen. Dat we mensenstromen hebben, goederenstromen hebben, financiële stromen hebben. En dat we eigenlijk moeten samenwerken. En dat we in staat zullen zijn met die samenwerking regionale veiligheid te brengen en regionale veiligheid te versterken. Dat is eigenlijk een beetje de essentie van de meeting van vandaag. En we zijn blij als Defensie dat we dit hebben kunnen doen. En dat we blijven in overleg met elkaar. We hebben een master security plan getekend. Het is net voorgelezen. Dus we gaan verder werken met al deze landen. We gaan gezamenlijke oefeningen doen. We gaan trainingen doen. Informatieuitwisseling. Dat is in het kort een beetje de essentie van wat we vandaag hebben gedaan. Mathura merkt verderop dat het belangrijk is dat Suriname, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië moeten bijdragen aan een sterke gemeenschappelijke veiligheid. Minister van Binnenlandse Zaken van Guyana, Robinson Ben, stelt dat de landen onderling een strategie moeten ontwikkelen om de uitdagingen samen aan te gaan en te minimaliseren. We have developments of this nature. Situations arise which are beyond the capacity of our own country to deal with, not only in the question of expertise, training, engineering, and science, which we have to work at, but particularly too in respect of transnational organized crime, we become targets. And as was said, we have to look for synergies between the military, the security, and the intelligence experts and agencies, but across the common borders which we share, to be able to deal with these threats, and where necessary, to come to each other's assistance. Our countries are still at a level where we do not have all the assets, all the knowledge, all the experience in relation to these developments. So we have to rely on each other to match up, to get to the level where we could provide efficacious responses to the challenges which are out there. Transnationale criminaliteit en grensbeveiligingen genieten nu grote prioriteit in de samenwerking binnen het Guyana-schild, stelt Mathura. Ambassadeur van Brazilië in Suriname, Rafael Acerero, zei dat er vooral extra aandacht moet gaan naar het afweren van de nieuwe economische uitdagingen die op de landen afkomen. Nicolas de la Costa, ambassadeur voor Frans-Guyana, stelt dat de dialogen voortgang moeten blijven vinden. Gisteren is de tweede editie van de Guyana Shield Strategic Dialogue afgewerkt.